Wij zijn, denk 15 vrouwen en 2 mannen. En wij schilderen hier samen. Iedere week zo'n beetje. Ja, ja. Waarom schilderen jullie in clubverband? Is dat vanwege economische dingetjes dat je samen een atelier betaalt? Of is het ook dat jullie elkaar min of meer nodig hebben? Nou, wat het is... het is gewoon voor heel veel mensen die ook nog een baan hebben daarnaast... of vrijwilligerswerk doen, is het gewoon heel erg leuk om met elkaar te schilderen. Sommige vrouwen zeggen zelfs en mannen zeggen zelfs van... ik schilder alleen maar in clubverband, weet je wel... Dus dan komen we hier en dat is iedere keer een wisselende samenstelling. En dan hebben we het ook met elkaar over het werk. Van ja, is het goed of is het niet goed? Wat moet er meer kleur in of waar zullen we het over hebben? Dat soort dingen. Ja, ja. Dus het is een wederzijds ook het beïnvloeden van elkaar. Ja, ja. Dus jullie... kritisch zijn op elkaar. Jullie voeden elkaar wat betreft een klein beetje op in de, in de edele kunst, om het zo maar te zeggen. Ja, maar ook omdat we elkaar al zo lang kennen... misschien al wel 15 jaar of zo, of veel... dan kun je ook... je kunt ook wat maken. Je kunt ook wat zeggen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je iemand beledigt of zo, weet je wel. Je kunt zeggen, ja, weet je, zou je nou wel zo doen? Of, en dan maakt het makkelijker. Zetten jullie wel eens wat werk op een rijtje om het zomaar te bekijken? Of is het per gelegenheid dat jullie commentaar leveren op een schilderij? Ja, er is geen vast plan. Dat is ook niet fijn, een vast plan, vind ik. Nou, we praten allemaal over schilderijen, maar ik zie ook dat er getekend wordt. Ja, het wordt getekend, gefotografeerd. Mensen die zijn ook soms aan borduren. In het verleden is er ook met klei gewerkt. Dus we doen eigenlijk zo min of meer zo'n beetje van alles. Kunnen we dat straks ook in de expositie zien in Moresnel? Dat er diverse technieken te zien zijn? Even denken. Er komen tekeningen te hangen. Er komt een heel groot beeld te staan van iemand. Of heel groot, wat ook in de ruimte kan. Zo ongeveer net zo groot als ik. Zo'n 1,60 meter hoog. Er komen ook kleine beelden te staan. Ja, en die beelden zijn opgebouwd uit foto's allemaal. Dat is misschien ook wel leuk om voor jullie ook om te zien. En schilderijen en tekeningen en illustraties. Ja, we doen eigenlijk van alles. Ja. Olieverf, aquarel. Nou, dat wordt een hele gevarieerde expositie. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het erin kan, ja. Je werkt vrij, heel vrij. De meeste mensen denken, schilder is mijn kastje. En dan schilder, maar ik heb jou gezien met een rollertje, met paletmessen. Alles wat in de buurt ligt, gebruik je, zeg maar. Ja, en wat je ziet is dat ieder medium, ieder materiaal heeft zijn eigen karakter. En wat ik heel mooi vind is als dat met elkaar gaat werken. Dus een kwast is zacht, een zacht materiaal. Een paletmes is een hard materiaal. En die dingen die... met elkaar gaan werken, dan vind ik het interessant worden, eigenlijk. Kun je het verschil aangeven tussen olieverf en acrylverf? Dit blijft nat. Dus een acryl droogt snel op. Dat is een heel andere manier van werken. Als je met olieverf werkt, werk je ook van donker naar licht. En acryl is eerder van licht naar donker. Dus het is echt een ander materiaal. Ja. Hier kun je ook gewoon bijna, ik noem dat bijna... poetseren. Dus op het moment dat het erop zit, kun je er nog dingen mee doen. En dat heb je met acryl minder, omdat het dan droog is. Ja, ja. Dus het is echt een andere techniek. Ja, ja, ik ruik het trouwens nou ook, hoewel ik een beetje verkouden ben. Hey, maar even terug naar het schilderij. Kleur is voor jou ook belangrijk? Ja, maar wat ik interessant vooral vind, is wat doen kleuren met elkaar? Wat gebeurt er als ik een hele vieze kleur tegen een hele felle kleur aanzet? En wat doen complementaire kleuren met elkaar? Hoe spelen die met elkaar? En daar ben ik altijd aan het zoeken van, wat heeft het nodig, weet je wel? En wat ook belangrijk is, is dat je kleuren ook gewoon terug laten komen. Want dat zie je gewoon overal in de wereld om je heen ook. Je hebt nooit alleen één plekje met rood of één plek met paars. Ik vind het leuk om dat dan... Als ik daar met rood bezig ben, dan is hier ook rood. En daar is ook rood. En daar speel ik mee dus eigenlijk. Heb jij een aantal tekeningen voor je neus liggen?
ik word natuurlijk nieuwsgierig. Ja. Vertel. Ja, dat weet ik. Weet je, ik ben een schilder. En dan zal ik daar een schilderij laten zien. Maar je kunt niet de hele dag schilderen op de een of andere manier. Dat is niet fijn. En ik ben wel heel veel hier in het atelier. En ik vind het ongelooflijk lekker om gewoon te gaan zitten tekenen. Een kop thee erbij, een kop koffie. Dus ja, hier heb ik mensen getekend, weet je wel. Dit is een schilder bijvoorbeeld. Oh, heel, heel speels. En dit is een vrouwelijke schilder, zou ik het zo noemen. En dit is een... ik heb ze nou zomaar voor de... Dit is een hele dikke dame. Hè, voor de dames die aan het lijnen zijn en daar eigenlijk misschien helemaal niet zouden moeten doen. Onder andere ik, hè. Het lijkt wel of jij er een spelletje van maakt om de pen niet van papier af te halen en dat je met bijna doorlopende lijnen tekent. Klopt dat? Ja, weet je, doe gewoon van alles. Ja. Speels. Ja, ik laat me eigenlijk kijken, want dit zijn bijvoorbeeld weer hele andere dingen. Er zijn kleine kindjes, er zijn monotypes. Maar jij tekent wel, maar je schildert ook, zeg je. Ja. Daar ben ik natuurlijk ook benieuwd naar. Ja, maar ik heb een schilderij aan die kant van de muur. Nou, dan gaan we dadelijk eventjes die kant uitlopen. Dat is leuk, ja. Want tekenen en schilderen, daar zit natuurlijk ook wel een heel veel relatie tussen natuurlijk. Hè? Ja, tekenen is voor mij is het een beetje meer, bijna meer privé. Omdat die pen die zit gewoon aan je hand vast, of dat potlood, dat is kleiner. Dat is vaak als je dus inzoomt op iets kleins, dan krijg je er ook een andere verhouding mee. En de schilderijen van mij zijn vaak heel groot. Of ja, heel groot. Een meter bij 1,20 of 1,20 bij 1,50. En dan wel eens kijken. Is er anders. Ik word nieuwsgierig. Ja, goed zo. Het is een van mijn laatste doeken. Oh, nou, dat is om te gaan bekijken. Ja. Ik zie vaag een voorstelling. Ja, wat zie je? Ik zie een man die naar een portret kijkt. Aan een tafel. Wat het is eigenlijk, is mijn moeder. Die zit hier. Ja. Maar dan gaat het alleen maar over wat het voorstelt. Ja, ja. Hè? En die zit haar huishoudboekje te bekijken. Van hoeveel koffie en hoeveel thee en hoeveel hebben we nog. Ja. Dat is eigenlijk een thema. Dus zij zit gewoon inderdaad, wat jij zegt, aan een tafel. En van die oude kloosterstoelen nog uit Oosterwijk, weet je wel. Of ja, ja, eikenhout. Een gordijn, ja. Een portret aan de muur. Dat is eigenlijk wat het thema is. En dan, hoe ik het gemaakt heb, dan ga ik... Ik vind het heel mooi om met hele dunne lagen te werken. En daarna heb ik dus... Ik heb het eerst opgezet en geschilderd. En toen heb ik er Japans papier over geplakt. Ah ja, vandaar de kreukel, ja. Ja, die kreukels. En toen ben ik weer verder gegaan met schilderen. En er zit ook pastelkrijt op hier, weet je. Daar gaat er nou niet meer vanaf, want het is allemaal gefixeerd. Maar ik vind het altijd heel mooi als dingen tussen het heden en het verleden zitten. Van, is het weg aan het gaan, dus in dit geval? Of komt het naar voren? Wat gebeurt er eigenlijk? En de kleur is ook heel apart. Ja, veel wit, hè? Ik hou van wit. Ja, want het is allemaal zacht, lieflijk. Ja. Het lijkt wel of jij in de lentezonnetje terugkijkt naar jouw moeder. Dat is een hele lieve moeder. Dat zie ik in de kleur. Dat is ze ook. Dat is ook eigenlijk op dezelfde manier geschilderd. Zo heel, heel zacht en teruggetrokken. En wat ik mooi vond, dat is vlak voordat ze dood ging eigenlijk. Ik heb het daarna geschilderd natuurlijk. Ja, ja. Ze lijkt heel goed, hoor ik van mensen. Dat voel ik ook. Maar de ene oog, dat was in het echt ook zo. Dat zakte af op de een of andere manier. Dat is heel... Ik vond dat zo... Ja, dat is natuurlijk daar horen ze erbij. Een ontroerend beeld, hè, van de mensen die aan dood gaan. Dat verandert allemaal. Hè. Je hebt ook dat je van die donkere handen krijgt. Ja, ja, en dit gebeurde er eigenlijk met mijn moeder. Hè. Zo dat oog was al ook wel aan het weggaan. En dat oog daar ging echt naar beneden. Dat is heel bijzonder. Maar... Dat is weer even iets anders, hè? Ja, helemaal iets anders. Ik ben geen schilder, dus als een van de weinigen, denk ik. Jij schildert nooit? Ik schilder nooit. Wel geprobeerd. Ik heb wel wat schilderijen gemaakt, maar ik kan er mijn ei niet in kwijt. Nee. Nee.
Maar je bent aan het silhouet knippen, mag ik het zo noemen? Ja, je mag het noemen, maar het is niet zo bewust bedacht van dat ga ik zo doen. Bij mij ontwikkelt zich dat ook altijd. Ik begin meestal met een thema. Dit thema is dragen, dragen en gedragen worden. Dan begin ik te tekenen. Hier heb ik heel veel tekeningetjes waar ik uit put. En dan maak ik er werk van. En in dit geval is het inderdaad wel een soort silhouet geworden. Ja. Ik ga het ook inlijsten. Hoe ga je die presenteren? Bij elkaar of in serie? Ja, in een serie, omdat ze elkaar versterken. Maar ze moeten iedereen hun eigen lijst, want er moet ook een soort eenzaamheid van uitgaan. Dus ze krijgen een eigen lijstje. Maar omdat ze dan naast elkaar worden gehangen, versterken ze elkaar wel. De serie heet eigenlijk dragen, zeg maar. Ja, gedragen worden. Dat is eigenlijk een beetje... Hoe kom je erbij? Nou, ik put vaak uit eigen bron. En dit is een thema wat in mijn leven ook van belang is. Dus, en dan wordt dat voor mij een beeldend proces. En dat werkt altijd heel erg goed. Dus, Mag ik jou eventjes onderbreken? Ja. Want dit schilderij is heel erg kleurig. Dus kleur is heel belangrijk voor jou, mag ik aannemen? Elke keer. Bij elk schilderij is kleur het belangrijkste voor mij. Ja. Kun je een klein beetje vertellen wat kleur jou doet? Moeilijke vraag, hè? Meestal maakt het me vrolijk. Ja. Ja. Maakt me vrolijk, opgewekt. Geeft energie. Ja. Behalve kleur heb jij ook een vakindeling gemaakt. Doe je dat via intuïtie zomaar? Of heb je daar een voorgezet plan voor? Dit schilderij is gewoon uit intuïtie. Daar heb ik niet een plan voor. Dit is... Na het laatste dacht ik, en nu wil ik weer anders schilderen en vrijer. Dan voel ik, dus dan begin ik en dan denk ik, dit. Dan laat ik me gewoon leiden door wat er komt. En soms heb ik wel een voorbeeld. Een foto of meerdere foto's over elkaar of een kunstenaar. Dus dat wisselt. Maar intuïtief doe ik ook best wel. Ja. Maar meestal non-figuratief. Ja, absoluut. Ja. Ik wil niet figuratief. Nee, kan ik ook niet. Oké. Schilder lekker verder. Dank je wel. Kun je in het kort vertellen waar je mee bezig bent? Ik maak tekeningen. Die het beste kan karakteriseren als illustraties. Ik bedenk de dingen zelf. Dus vaak ontstaat vanuit de ene tekening het idee voor de volgende tekening. Ja. Ja. En de laatste 2 jaar, denk ik, werk ik alleen nog maar met kleurpotlood. En dat bevalt me echt heel erg goed. Je kunt daar toch wel hele mooie dingen mee maken. Ja, er ligt er eentje voor je. Ik zal hem even naar voren halen dan. Heel specifiek is dat je... Zeker op dat ruwe papier krijg je hele leuke kleurnuances. Het wit gaat een grote rol spelen in de kleur. Ja. Dat wordt heel levendig, denk ik. Hè? Ik zag net jouw map met een heleboel ook wel voorbereidende schetjes. Mag ik het zo niet zeggen, maar toch... Ja, nee, dat is echt wel voorbereidend werk, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, dit is een voorbeeld van hoe ik werk. Dus dan heb ik het half uitgewerkt. En dan weet ik echt niet wat ik met zo'n laatste vlak moet. Nou ja, dan kun je dat... Op een los stukje papier uitproberen en krijg je de indruk wat het doet. Ja, en dan weet je een beetje wat het doet. Heb je ook wel eens een boek echt geïllustreerd en uitgegeven? Nee, nooit. Droom je ervan of niet? Het lijkt me op zich heel leuk, maar waar ik dan ook wel aan denk is de druk die er dan vervolgens achter zit om het te moeten doen. Want ik ben nu voor het eerst iets aan het maken waar ik mezelf een opdracht bij heb gegeven. En dat is al best een stap, zeg maar. Ja. Jij weet ongetwijfeld meer te vertellen over de komende expositie in Moerestel. Jazeker. Die is op 15, 16, 22 en 23 oktober. Van 11 tot 5 in Moergestel. Galerie de Verdieping.